Een heel goedemorgen. Het is dinsdag 31 maart. Tijd voor een gloednieuwe en gezellige Café Tinto. Met vandaag het nieuwe Mint magazine. Leven zonder afval en het verhaal van Deolinda. Als peuter vlucht ze met haar familie naar Nederland. Haar ouders hebben vaak ruzie en haar vader mishandelt haar. Ze loopt weg en vlucht in alcohol en drugs. Totdat God in haar leven ingrijpt. Mijn naam is Alinda Bol. Leuk dat je een bakkie meedoet. Ontzettend fijn dat je kijkt naar een nieuwe Café Tinto. Met vandaag bij ons op de bank Tineke Goedhart, Tirza Wondergem, Helga Warmels en Deolinda Antonio. Allemaal hartelijk welkom hier bij Café Tinto. Tineke en Tirza, jullie zijn van het magazine Mint. Ja. Er is dus weer een nieuw magazine op de markt. Een magazine, ik vind het bijna een boek. Zo mooi ziet het eruit. Ja. Prachtig. Wat is jullie favoriete magazine? Tineke. Mint. Daarnaast, maar, daarnaast. Daarnaast lees ik niet zoveel magazines. Maar als ik moet kiezen, dan kies ik misschien voor woontijdschriften. Dat vind ik wel leuk om te lezen. Maar echt, echt vrouwentijdschriften lees ik niet zo erg. Nee? Nee. Tirza, jij? Ook niet zo heel veel. Ik vind het wel leuk om in boekhandels of in de supermarkt allerlei bladen door te kijken. De Linda vind ik erg leuk om af en toe eens door te lezen. Omdat het gewoon net even anders is en... echt over het randje gaat soms. En dat vind ik wel leuk om te lezen. Is Mint ook net even anders? Ja, dat is wel onze insteek geweest. Dat zie je ook wel aan het formaat. Hij is vierkant. Hij is qua vormgeving ook gewoon net even anders dan wat je vaak nu in de winkel ziet. Ja. Dus inhoudelijk willen we ook echt graag anders zijn. En, we gaan er straks alles over horen. Ja. Dank je wel. Helga, een leven zonder afval. Hoe doe je dat? Nou, het is meer een streven. Ik heb ook nog steeds afval, hè? Dus het is niet de werkelijke situatie, maar het is een streven. Je doet het vooral door op te letten wat je koopt. Dat je zo min mogelijk verpakkingen mee naar huis neemt. Mm-hmm. En op het moment dat je ze wel meeneemt, dat je ze zelf weer hergebruikt. Want je zei al, het begon eigenlijk met het weigeren van plastic tasjes in winkels. Ja. En uitgegroeid tot een... Een challenge. Ja, er komt nu een verbod, hè, op gratis plastic. Per 1 januari 2016. Hè? Ja, dat is dan het kassamoment. Hè? Mm-hmm. Dus je kunt je groenten en fruit in de supermarkt gewoon nog afwegen in plastic zakjes. Ik zou heel erg aanraden om dat niet meer te doen. Maar er komt wel een verbod, dus er gaat wel wat veranderen. Ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd of we straks na de uitzending allemaal er tegenaan gaan. Hè? Wie weet. Deolinda, je hebt een indrukwekkend verhaal. Om te vertellen, waar kom je vandaan? Ik kom uit Angola. En als peuter ben je naar Nederland gekomen? Ja, dat klopt. Ja, hoe vind je het in Nederland? Zie je Nederland echt als je thuis? Of heb je ook nog wel verlangen naar Angola? Ik zie Nederland echt als mijn thuis. Ik ben nog nooit terug geweest naar Angola. En ik heb eigenlijk ook sinds een aantal jaar weinig contact met familieleden uit Angola. Dus ik ben wel van plan om naar Angola te gaan op vakantie. Maar dit is echt gewoon mijn thuisland. Ja. Heb jij ook broers en zusjes? Ja, ik heb veel broertjes en zusjes. Vertel eens, hoeveel? Ik heb 3 broertjes en ik heb 6 zusjes. Wauw! Ja. En ik ben de oudste. Uit een groot gezin. Ja. Ja, en de oudste, voel je je verantwoordelijk voor hen? Vroeger toen ik kleiner was wel. Dus moest ook vaak oppassen en zo. Mm-hmm. En ik had mijn moment dat ik zoiets had van, ik vond het niet fijn. Maar ik kreeg ook heel vaak de schuld omdat ik de oudste was. En hoe ouder ik werd, is mijn verantwoordelijkheidsgevoel veel anders geworden. En natuurlijk voel ik me soms nog wel verantwoordelijk voor mijn broertjes en zusjes. Ik denk, het is normaal omdat je de oudste bent. Ja, dat is je rol in het gezin, hè? Ja. Je hebt op een wonderbaarlijke manier God leren kennen. Ja. En dat ga je straks vertellen. Ja, klopt. Nogmaals allemaal hartelijk welkom hier in de studio. Voordat we in gesprek gaan met onze gasten, kijken we eerst naar de actualiteit. We zijn benieuwd naar wat onze gasten is opgevallen in het nieuws. Dat kan echt van alles zijn. Een nieuwtje van televisie, uit de krant, tijdschrift of misschien wel uit jullie woonplaats. Deolinda, mag ik dat als eerst aan jou vragen? Ja. Wat heb jij voor nieuws meegebracht? Wat ik echt een hele mooie nieuws vond, was echt een heldendaad van een 13-jarige jongen. Die dus een schaap uit de sloot probeerde te redden.
En ja, maar door de vacht van de schaap was de schaap natuurlijk nog zwaarder geworden. Doordat de water natuurlijk het vacht al het water opnam. En uiteindelijk heeft hij wel hulp gekregen. En is de schaap gered. Dus ik denk dat ik zelf zou zoiets hebben van oké, iemand anders of ik zou bellen. Maar ik vond het echt heel knap. En zo'n schaap wordt natuurlijk heel zwaar. Ja, dat een tiener zoiets heeft van oké, ik moet het gewoon doen. Ah, wat goed. En dat vond ik echt heel knap. Ja. Verdient een lintje. Ja, zeker. Ja, inderdaad. Tineke en Tirza, is jullie nog iets opgevallen? Ja. Nou, toen ik vanmorgen in de auto zat op weg naar Tineke, toen luisterde ik naar BNR Nieuwsradio. Daar luister ik wel vaak naar. En dat was een interview met een vrouw die een restaurant had in een luchtballon. En dat ze haar eten dan kookt of zeg maar gaar maakt in, door de hete vlam van de ballon. Oh. Het eten hangt dan zeg maar in, zeg maar in de ballon. Ja, ik weet niet goed wat ik me erbij moet voorstellen. Maar dan kunnen dan mensen mee in die ballon en die eten daar. En zij maken het allemaal klaar op 3 kilometer hoogte in de lucht. En dat was ooit een keer een gek idee van haar, zei ze. Ze had het een keer bedacht van, kun je eigenlijk wel eten garen boven zo'n vlam in een ballon. En dat kan is dus. Zij dan ook de ballonvaarder? Nee, of is er is een piloot bij. Zij kookt haar eten dan in die ballon voor mensen. En ze zei van, het was een gek idee. En ik dacht van, kan dat eigenlijk wel of niet? En ze is het gaan doen. En ze zei van, elk gek idee kan iets worden. En dat vind ik wel een inspirerende gedachte. Van als je een gek idee hebt en je gaat ermee in de slag, het kan best iets worden. Ja, als je er zelf maar in gelooft. Ja, precies. Ja. En als je er achteraan gaat en je ervoor inzet. Ja. Dan kun je, elke gekke ideeën kunnen gewoon realiteit worden dan. Inderdaad, dankjewel. Dat was erg leuk. Ja. Helge, jij hebt ook een nieuwtje meegenomen. Daar gaan we eerst eventjes voor naar een filmpje kijken. Wat zien we hier, Helga? Ja, we zien een fles. Die is aan de binnenkant bewerkt met een bepaalde coating. Wat het is of zo, ik weet het nog niet. Hè. Dit is heel recent. Maar het is dus een Amerikaans bedrijf die heeft dat ontwikkeld. Waardoor je de laatste restjes dus ook uit de fles krijgt. Want nu gaat er nog heel veel, dit was dan ketchup, maar eten of zeep verloren. We gooien het gewoon weg, doordat we het niet goed uit de fles krijgen. Maar je zou denken, zo'n coating, is dat ook weer niet slecht voor de mens? Dat weet ik dus niet. Ik weet niet wat het is. Het is nog maar heel recent dat ik dit... Dat moet allemaal nog onderzocht worden. Ja, nou ja, goed, ze moeten gewoon bekendmaken wat het is. Hè? Ja. Wat het precies is en of dat nou kwaad kan of niet. Maar ik vind het in ieder geval dat bedrijven bezig zijn met voedselverspilling. Dat vind ik wel een hele mooie insteek. Dat vind ik wel heel positief nieuws. Zijn jouw voelsprieten heel erg gericht op dit soort nieuws? Ja. Dat je er zo mee bezig bent? Ja, als je de juiste mensen volgt op Twitter en op Facebook, dan lees je dit soort nieuwtjes voordat ze in de krant komen. Ja. Klopt. Dank jullie wel voor het nieuws wat jullie hebben meegebracht. En is u thuis ook iets opgevallen dat u graag met ons wilt delen? Of heeft u een tip voor de redactie? Mail naar cafetinto@family7.nl of laat een berichtje achter op onze Facebookpagina of Twitter met ons mee. Dan gaan we nu in een gesprek met Tineke en Tirza. Zij zijn van het magazine Mint. Ik laat het even zien. Een mooi magazine. Het is een hele luxe glossy eigenlijk. Zo, het is bijna een boek. Ja, het zit eigenlijk in, wat was ons idee er ook bij, tussen een boek en een tijdschrift. Van, ja, het is wel ja. een magazine. Het is ook bedoeld als magazine. Maar als je het zo in je handen hebt, het voelt gewoon net even anders. Ik wil anders. Eerst aan jullie vragen, hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit magazine te maken? Tineke, mag dat aan jou vragen? Ja, het is eigenlijk gekomen omdat we het zelf misten. Omdat we zelf een tijdschrift misten dat we graag zouden willen lezen. Een tijdschrift dat echt gericht is op de jonge christelijke vrouwen. Want je kunt, er zijn genoeg tijdschriften om te lezen. Maar vooral de jonge? Vooral de jonge, inderdaad. Want dit is echt gericht op de twintigers, op de studenten een beetje. Mm-hmm. We dachten dat voor hen niet echt een tijdschrift nog was. Dus toen hebben het zelf gemaakt. Want jullie zijn eigenlijk op internet begonnen met een site. Klopt, ja. Die bestaat ernaast inderdaad. Die bestaat al een tijdje. En daar posten we ook artikelen en daar is ook van alles te lezen. Maar dit is echt de eerste keer papier. Ja. Ja, want hoe ziet die site eruit dan? Is dat een levendige site met elke dag nieuws? Of, Tirza?
Ja, we proberen meerdere keren per week een artikel te plaatsen. Dat kan aan de hand van de actualiteit zijn, maar ook... ja, het gaat eigenlijk over van alles en nog wat. Persoonlijke blogs van schrijvers, maar ook interviews of wat thema's uitgediept. Echt van alles en nog wat. Ja, ja. Kun je het dan een beetje zien als de jonge Sestra-vrouw? Ik noem maar wat. Ja, bijvoorbeeld. Zo zou je het kunnen noemen. In ieder geval qua doelgroep richten we ons daar wel echt op. Ja, echt. Maar jullie zijn gewoon zelf dat begonnen? Niet in samenwerking met iets? Gewoon samen? Ja, we zijn het inderdaad vanuit onze studie samen begonnen. Welke studie hebben jullie gedaan? Journalistiek. Ja. Jullie zaten bij elkaar in het jaar. Ja, klopt. En aan de hand daarvan zijn we eigenlijk gewoon op internet begonnen en doorgegaan. Totdat we contact kregen met uitgeverij Jongbloed. En die is samen met ons het papieren magazine begonnen. Wauw. Ja. Want hoe zijn jullie aan adverteerders gekomen? Dat ging ook via de uitgever. Die heeft daar contacten liggen, gelukkig. Daar hoefden we niks aan te doen. Wij hebben echt voor de inhoud gezorgd. Alleen. Ja. Ja. Wat ik zo leuk vind, als je hem openslaat, dan begint het gelijk eerst al even het voorstellen van jullie. Mm-hmm. Dat vind ik altijd een leuke manier. Want het is een uitgebrande locatie. Hè? Ja. Waar is dat? Hier in de buurt in Apeldoorn. Oh ja? Ja, we zijn gewoon op zoek gegaan naar een leuke locatie. En we liepen hier tegenaan. En het was afgezet. Nou, we hebben er gewoon ingebroken. Er was een gaatje in het hek waar we doorheen konden. Stiekem. En dan begint het met een disc. Klopt, ja. Ja, dus het is de bedoeling dat de lezer eerst de disc invult. Ja, klopt. Aan de hand van die vragen krijg je een soort profiel. En aan de hand van je eigen score lees je profiel. En daaronder staat een tip van lees dit artikel eerst. Wat is een disc? Dat is een soort persoonlijkheidstest. Elke letter staat voor een bepaalde eigenschap. Ik ben er zelf niet zo heel erg in thuis. Een medewerker van ons heeft dat echt gedaan. Die is daar meer aan de hand van deze 7 vragen kun je al een beetje zien wat voor type iemand is. Ja. Ja. Wat voor type ben jij zelf, Tineke? Ik ben wel iemand die graag nieuwe dingen uitprobeert. Maar ik heb ook wel best wel een hang naar het bekende en het vertrouwde. Mm-hmm. Maar goed, ik hou ervan om nieuwe dingen uit te proberen. Ja. Ja. Maar aan de hand van deze disc, daar komt dus iets uit. En neem je dan de lezer aan de hand het blad door? Van dit moet je eerst lezen? Ja, een suggestie van deze artikelen. Ben je bijvoorbeeld een type die veel durft en veel lef heeft? Dan kun je meteen met een diepgaand artikel bijvoorbeeld beginnen. En ben je iemand die wat rustiger is of rustig dingen opbouwt, dan kun je met een luchtig artikel beginnen. Oh. Zo meer op een leuke manier de lezer het blad mee in te nemen. Wat voor artikelen staan er allemaal in? Ja, het is van alles wat. Zowel wonen, interieur, recepten met echt bijzondere dieren, zoals maden en sprinkhanen. Hoe je die klaarmaakt bijvoorbeeld. Okay. Maar ook het thema is durfval. Er staan ook artikelen in over moed, de moed van God. Wat voor ben jij een durfval of van niet? Echt meer wat psychologisch. En interviews met soort van durfvals, mensen die... bijzondere dingen. Het thema is durfval. Het thema is durfval, ja. Ja, was dat voor jullie, is dit magazine maken voor jullie het tonen van heel veel lef? In principe wel, ja. Want de gang van internet naar papier wordt niet zo snel gemaakt meer. Meestal andersom. En het is echt een gedurfde stap om te proberen of dit ook gaat aanslaan natuurlijk op papier. Wat dat betreft is het wel gedurfd. Ja, ja, inderdaad. Ja. Noem jij jezelf een durfval? In dit opzicht wel, ja. Ja, ja. En verder? Ja. Ja. Gemiddelde durfval, denk ik. En jij, Tirza? Ja, ook, denk ik, gemiddeld. Ik zat er laatst over na te denken van... sommige dingen, dat zou ik echt niet durven. Ik heb best wel hoogtevrees. En ik ben een keer naar zo'n klimpark geweest. En dat doe ik dus echt nooit weer. Of, ik kan me nog herinneren van onze studietijd... dat Tineke wel eens op het dak... dat was op de CAE, zo'n soort dakterras. En dan klom ze wel eens over het hekje... En dan ging ze op het randje staan. En dan zei ik van, Tineke, kom er gauw af. En dat kan echt niet. Echt en, die durft dat gewoon. En ik moet daar gewoon niet aan denken. Nee. En dan hebben we het in het voorwoord van het magazine ook over. Van, Tineke, die gaat gewoon op randen van kliffen staan en naar beneden kijken. En daar moet ik dus zelf niet aan denken. Maar ik ben dan, zeg maar, met andere dingen... wat Tineke dan misschien niet zo snel zou doen. Dat doe ik dan weer wel. Dus ik denk dat je durfvals hebt in allerlei verschillende soorten en maten. Ja. En als je nou helemaal geen durfval bent,
Is dan het blad leuk voor jou? Ik denk een leuke inspiratiebron om toch eens wat dingen te proberen. Ja. Het gaat ook over andere dingen die vrouwen interessant vinden, zoals daten en relaties. Dat staat er ook in. Dat is altijd leuk om te lezen. Dus het is heel divers, het is heel breed. Ja. Ja. Daten, hebben jullie daar ervaring mee? Hebben jullie de artikelen zelf allemaal geschreven of hebben jullie ook hulp gekregen van mensen van buiten? Ja, gelukkig wel. Ja, dat kun je niet in je eentje doen. We hebben echt een team van schrijvers erbij, ook fotografen, illustratoren. Vanuit de uitgeverijen ook echt goede begeleiding gehad. Wat gaaf! Dus, ja, echt een groot team erachter. Ja, want dat kun je natuurlijk allemaal zelf niet Absoluut doen. Absoluut niet. Maar zo'n artikel over daten. Ja. Wie heeft dat geschreven? Dat heeft een van de medewerkers geschreven. Ja. Welk artikel heb jij geschreven, Tineke? Ik heb geschreven over single en seks. Ook een thema dat misschien niet overal te lezen is, maar waar we echt een onderzoek naar hebben gedaan over de beleving bij singles. Ja. En hoe dat precies zich verhoudt met ook een schuldgevoel. Mm-hmm. Hoe mensen daarmee omgaan. En daar hebben we echt een enquête ook voor gehouden. Ja, en daar is ook niet zoveel openheid over. Ja, dus dat wilden wij wel graag. Ja. We hebben in meerdere onderwerpen ook echt dat we echt open willen zijn. En ook, ook over de lichamelijke kwaaltjes bijvoorbeeld schrijven we gewoon dingen waar je niet snel over praat, maar waar je wel over wil lezen misschien. Maar heb je ook singles bereid gevonden die mee wilden werken? Ja, een stuk of 25, 30 stuks. Ja. En die heb je geïnterviewd? Ja, het is een anonieme enquête geweest in dit geval. Omdat het misschien iets En wat kwam daaruit? Nou, het grappige... iedereen had te maken met schuldgevoel bijna. En die met seksuele beleving en met seksuele handelingen. Iedereen had wel achteraf altijd last van schuldgevoelens. En dan hadden we daar ook nog een schrijfster bij geïnterviewd, Arjet Borger, seksuologe. Die daar ook over advies gaf. En, over, en hoe zou dat komen, dat schuldgevoel? Ik denk in veel gevallen misschien ook onwetendheid. En inderdaad ook dat er weinig open over gepraat wordt. Dat mensen niet elkaars mening erover vragen. Maar misschien zich baseren op de Bijbel of op opvoeding. Of op wat er over in de kerk wordt gezegd. Ja, dat misschien... Daarom is het ook goed dat soort dingen bespreekbaar worden. Dat denk worden. Ik, ja. Ja. Ik zei het ook tegen Tineke van, ik ben zo blij. Omdat als je gewoon als christen zijnde bent, dan vaak hoor je wel van als je single bent. Want ik ben zelf ook single van, je moet bidden of op God wachten en gewoon de Heer dienen. Maar je hebt dan toch bepaalde vragen heb je toch. En vooral als je niet je hele leven christen bent geweest. Mm-hmm. En dan heb je dan een hele andere levensstijl. Maar ik denk ook, de wereld trekt ook zo aan ons. Dus je hebt van allerlei programma's waar het gaat over daten. En je kan toch afvragen van, oké, ligt het aan mij? Is er iets mis met mij? Ben ik niet aantrekkelijk? En al die dingen. En dan als je dan zoiets leest uit de magazine, dat kan toch heel erg bemoedigend zijn. Mm-hmm, en ik denk dat gewoon dat die taboe gewoon doorbroken moet gaan worden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een begin met die magazine. Dus, ja, zeker. Ik ben heel dat blij. Dat hopen we ook, ja. En dat begint met openheid. Ja, precies. Ja. Precies. Dat je toch elkaar daarin kan ondersteunen. Ja. Ja. En gelukkig is er ook al een blad voor jonge meiden, de Bellen, waar ook dit soort onderwerpen in staan. Zeker, precies. Ja. Ja. Wat voor artikel heb jij geschreven, Tirza? Verschillende. Ik heb een paar durfvals geïnterviewd. Wat bekendere personen die iets bijzonders hebben gedaan. Bijvoorbeeld chef-kok ST Stroker. Die is 24 jaar, maar heeft nu al haar eigen restaurant. En heeft een... 24 jaar? Ja, 24 jaar. Dus dat vond ik wel echt wel inspirerend. Van hoe komt iemand tot zoiets? En hoe kun je dat op je 24ste al bereikt hebben, zeg maar. Dat zijn een soort portretten die we hebben gemaakt over een aantal mensen. En bijvoorbeeld een jonge vrouw van 27 die stage loopt in Afghanistan. Dat doet ook niet iedereen. En op deze manier... Hoe kom je aan die verhalen? Nou, sommige via ons eigen netwerk. Masuma, die in Afghanistan heeft stage gelopen, die kennen we van onze opleiding. Dus dat is een beetje via. En verder gewoon internet rondstruinen. Mensen die je volgt op Twitter goed volgen. En dan kom je echt interessante mensen tegen. Ja. Is het echt een droom die uitgekomen is voor jullie? Ja absoluut. Absoluut. Ja. Jullie hebben school voor journalistiek gedaan. Ja. Altijd bezig, alle twee met schrijven. Klopt. Ook in jullie werk? Ja, ik wel. Wat doe je voor werk? Ik ben webredacteur. Ik schrijf eigenlijk dagelijks wel over, niet over dit soort dingen, maar over de toerisme en vrije tijd. Een heel ander gebied, maar ik schrijf inderdaad wel dagelijks. Ja.
En jij, Tirza, wat doe jij voor werk? Ik ben communicatiemedewerker bij SDOK. En daar schrijf ik ook veel. We hebben een magazine waar ik veel voor doe. Ik coördineer het magazine van artikelen aanleveren en kopij verzamelen. Dus ik ben ook wel veel bezig met schrijven. En ook voor de website en voor ons kinderblad ook. Ja. Dus het is echt wel iets van mijn dagelijks werk. Jullie hebben ook wel eens samen een roman gemaakt, toch? Nou ja, dat was ooit als... Dat was een grapje. Ja, dat is een grapje. Maar het is denk ik tijdens onze studie, denk ik een keer... Ja. Nou ja, daar hadden we zoveel vrije tijd. En dat we een keer... Ja, ik weet niet eens meer hoe we er ooit op zijn gekomen, maar... Misschien dat we tijdens onze HAVO, op de HAVO kennen we elkaar ook al, dat we een keer zijn begonnen met van ik een hoofdstukje zijn aanvullen. En dan, dat was het. Ja. Uiteindelijk hadden we een heel verhaallijn. En nou ja, het is een soort van hilarische parodie op een strekroman geworden. En hoe heet het? Geert Rijda zoekt het geluk. Oh. Een hele zoetsappige, vreselijke show. Maar, en is het nog ergens terug te lezen? Nee. Er zijn een paar exemplaren gedrukt, maar echt voor ons eigen gebruik. Ik heb Tineke voor haar bruiloft vorig jaar heb ik een exemplaar laten printen en laten binden, zeg maar. En dat heb ik haar toen op haar bruiloft gegeven als soort van... cadeautje. En voordat de uitzending begon, toen waren we even in gesprek en toen bleek dat jij lesgegeven hebt aan hem, hè? Ja. Hoe bijzonder! Ja. Wat kan het leven raar lopen, hè? Ja. Voor wie is dit magazine? Voor wie, zei je? Voor wie? Voor wie, ja. Twintigers is het eigenlijk op gericht, vrouwen. En echt de jongere vrouwen nog, zeg maar. Bijvoorbeeld studenten of vrouwen die net afgestudeerd zijn, die een eerste baan hebben of zich net gaan settelen. Want het is echt gericht op twintigers. Echt een doelgroep. Maar als je 40 bent en je wilt het ook lezen? Ik denk dat 40ers net zo leuk vinden. Ja. Het is onze insteek geweest, ook met de onderwerpkeuze, dat we de twintiger in ons achterhoofd hebben. Dat we schrijven niet over opvoeding, over kinderen. Dat het eigenlijk voor die doelgroep nog een fase te ver is. En dan druk je een bepaald stempel ook op je magazine. Dus die onderwerpen laten we liggen. En de geïnterviewden zijn ook vaak twintigers die erin voorkomen. Mm-hmm. Waar is het te koop? Christelijke boekhandels. En onze website magazinemint.nl. Daar kunnen ze hem ook bestellen. Ja. En zijn jullie altijd nog bezig met nieuwe onderwerpen? Of altijd. Doe maar een oproep, zou ik zeggen. Ja. Hoe heet de website? Magazinemint.nl. Magazinemint.nl. Ja. En daar staan alle nieuwtjes op? Ja, er staan alle blogs en artikelen op. Wekelijks worden die vernieuwd. Ja. Hebben jullie al reacties gehad? Ja. Jawel. Ja, wel wat reacties. Ja. Hij is natuurlijk net uit. Maar, ja. Er zijn mensen die het inderdaad ook echt een boek noemen. Echt ook, het voelt als een boek en het leest als een boek. En dat is natuurlijk heel leuk. Ja. En mensen die zeggen, het is kort en krachtig. En vooral krachtig, daar ben ik heel blij mee. Dat ze het ook echt inhoudelijk goed vinden. Ja. En ja, mensen die de vormgeving valt op en iedereen iedereen begint erover. Dat is net eventjes anders, inderdaad. Ja. Komt er een vervolg? Een tweede? Ja, als het aan ons ligt wel. Ja. Maar het moet eerst goed aanslaan natuurlijk. En in overleg met de uitgever moeten we dan eens kijken wat er mogelijk is. Oké, dus nog eventjes in gesprek. Niet een maandelijks blad? Nee. Nee, voorlopig niet. Maar dat kan maar wel zo. Wie weet. Wie weet. Ja, het zou mooi zijn, maar we moeten even kijken hoe dit gaat. Ja. We zouden het graag willen, ja. Zien jullie de toekomst? Tirza? Vooral veel blijven schrijven. En dit geeft zoveel energie. Het was heel veel werk om te maken, maar het heeft eigenlijk gewoon dubbel aan energie en plezier opgeleverd. Ook het samenwerken met elkaar en... Ja, dat zou ik echt zo graag blijven voortzetten en blijven doen. Is het ook ter evangelisatie? Willen jullie ook ook als doelgroep jongeren kennis laten maken met het geloof? Of is dat niet de insteek? In principe noemen we het geen... Er staat nergens genoemd dat het een christelijk magazine is. Dus iedereen die het ziet liggen kan het gewoon inkijken en wordt niet meteen afgeschrikt door het label christelijk. Maar alle artikelen zijn geschreven door gelovige mensen, als ik het goed zeg. Ja, Christenen inderdaad. En dat is altijd in elk artikel wel de onderlaag. Dus het komt wel overal terug, maar niet altijd zo specifiek. Maar goed, het is heel goed te lezen voor niet-christelijke vrouwen natuurlijk. Ja. En wie weet worden ze door geïnspireerd. Ja. Ik vroeg het al in het voorgesprekje van... houden jullie zelf van magazines? Maar jullie lezen zelf niet zoveel magazines. Maar hebben jullie nu de laatste tijd niet heel veel afgekeken van anderen? Ja, dat doe ik eigenlijk altijd wel. Gewoon in de boekhandels alle bladeren een beetje doorneuzen. Mm-hmm. Om echt inspiratie op te doen. Waar schrijven ze over? Hoe ziet het eruit? Wat zou ik zelf doen? Of wat juist niet?
Dus het is wel echt voor inspiratie dan dat en hadden jullie dit ook helemaal in gedachten? Of is het toch anders geworden dan jullie dachten? Het is dus, je weet nooit wat het wordt, maar... Hadden jullie daar inspraak in? Wel. Ja. Ja, we hebben vanaf het begin af aan wel echt meegekeken met vormgeving ook. Ja. En zij heeft echt wel echt de stijl wel bedacht. Maar dat was eigenlijk meteen in één keer wel raak, zeg maar, het gevoel wat wij wilden overbrengen en wilden uitstralen. Dat had ze wel in één keer zo echt te pakken. Ja. Dus het is ook modern, vind je niet? Ja, heel zou jij hem kopen? Ja, ik zou het zeker kopen. Hij is ook in de gewone boekhandel te kopen of niet? Of alleen de christelijke boekenwinkel? Christelijke boekhandel. Ik denk voornamelijk christelijke boekhandel. Ja. Waarom hebben jullie voor de naam gekozen? Ik zie wel dat het een mintkleurtje heeft, hoor. Maar jullie hebben voor de site ook al voor Mint Magazine gekozen. Hè? Waarom hebben jullie dat gedaan? De naam straalt verschillende dingen uit. Namelijk, het is fris, mint. Het prikkels. En het kan ook scherp zijn, munt of mint. Dat kwam een beetje terug in de naam. Okay. Meer de frisheid. Ja, precies. Ja. Ja. Het leuke nieuws, we mogen 1 exemplaar weggeven. Dus denk je thuis van, oh leuk, ik zou heel graag dat magazine willen hebben. Of ik ken iemand die ik er blij mee kan maken. Stuur een mailtje naar cafetinto@family7.nl. Of laat een berichtje achter op onze Facebookpagina. Dank jullie wel. Ik wens jullie heel veel succes en dat er maar heel veel exemplaren verkocht mogen worden. Bedankt. Hebben jullie nog nagedacht over een gebedspunt? Ja, wij willen graag in het verlengde van dit tijdschrift willen we bidden voor mensen die in angst leven. Want het magazine gaat over dingen durven. En ook daarin grenzen opzoeken misschien. Maar er zijn ook mensen die misschien niet de vrijheid voelen om zichzelf te zijn. En door angst beheerst worden. Dus daar willen we graag voor bidden. Mooi gebedspunt. Zo tegen 11 dan zetten we de gebedspunten even op een rij. Dan gaan we nu kijken naar een bijzondere video. Een vrouwenvideo en hun tas. I'm terrified. I have no idea what's in here. I'm just gonna go ahead and do this the quick way. Got a broken earring. Random jewelry that I've been looking for a very long time. This isn't even mine. I have gum with no gum in it. Oh, look, little pieces of gum. Ooh, that's not good. Some of the gum opened. Ooh, this is a receipt for, the f*** is that? Why do they even give you receipts? It just becomes trash. Am I gonna throw it away? No, I'm gonna put it back in my receipt pocket. Who the hell did I buy boxers at Target? I don't know why I even bother with a wallet, because I apparently just throw my money haphazardly in my purse anyways. We're gonna break into the wallet, oh shit. I just have like cards on top of cards on top of cards. I just have to search through to find my ID. Nope, 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 nope. Yes. Oh my God, a free Johnny Rockets meal. Yes. This is my college ID. I still use it because you can get discounts on shit. I'm still a student in case anyone asks. At J.Crew. Oh, and the other purse. This is the purse within a purse. This is got a case of the Inception purse. I don't have as much garbage as I normally do. Trash, more trash. More things, more trash. Floss, that's gross. Everything that's in here is in here for a reason. Like, I'm not gonna take any of this out. Why am I a hoarder? What went wrong that I thought it was cool to keep trash? Wij zitten allemaal te lachen. Herkenbaar. Ja. Ja, heel erg. Ik zeg altijd tegen mijn vriendinnen dat de grootste vijand van een vrouw is haar tas. En dan, voor alles gaat erin. En je organiseert het, maar toch wordt het toch één hele grote rommel. En die ding wat je erin doet, erin vindt, staat gewoon ergens op. Hoe groter de tas, hoe meer spullen, hè? Ja. Hoe kleiner ook, hoor. Ja. Helga, hoe ziet jouw tas eruit? Ik heb een hele kleine tas. Er kan ook niet veel in. Er zit een portemonnee in en een beker die ik altijd meeneem. Zodat ik geen wegwerpbekertjes hoef te gebruiken. Er zit niet zoveel in. Een zakmes. Dan ga je ook bewuster. Ja, maar dan ga je ook bewuster dan ga je ook ik nadenken. Ik heb gewoon ook geen grote tas. Maar had je dat voorheen ook niet? Nee. Ik ben niet zo. Ik heb ook pas heel laat in mijn leven voor mijn eerste handtas gekregen. Ik vond het altijd heel truttig. Okay. Maar ja, ik was altijd mijn sleutels kwijt en mijn portemonnee. Dus op een gegeven moment heeft mijn man gezegd van, joh, je moet gewoon een tas. En nu ben ik niet meer altijd mijn sleutels en mijn portemonnee kwijt. Dus dat is de functie van een tas. Tineke, hoe ziet jouw tas eruit? Ik heb er niet heel veel in zitten. Tenminste, dat denk ik altijd. Maar als ik iets ga zoeken, dan zit het er altijd wel in. Er zitten opschrijfboekjes in heel vaak. En ook lege
kauwgompakjes inderdaad. En sleutels, maar ook niet heel veel hoor. Ik probeer het vaak op te ruimen. Ja. Maar, ja, je moet hem eens in de zoveel tijd gewoon even leeghalen. Het, moet, ja, dan komt het is eigenlijk niet met jou? Ja, ook jij niet, hebt kinderen, hè? Dus ja. Dat... Ik heb dan wel eens een luier in de tas. Of, geen die, vieze hoop, hè? Nee, nee, nee. Van die billendoekjes of zo. En die, dan neem ik mijn tas ergens anders mee naartoe. En dan vind ik luiers. En, dus dat zit nog wel eens in de tas. Of wat ik net zag over die sieraden. Ik vind ook nog wel eens oorbellen, maar dan vaak één stuk. En die andere ben ik dan nog weer kwijt. Ja. Dus ja, er zit voor alles in. Ja. We gaan er zo dadelijk eventjes uit voor de reclame. En na de reclame dan gaan we in gesprek met Helga. En zij gaat ons leren om minder afval te krijgen. En dus ook een opgeruimde tas. En we gaan in gesprek met Deolinda. En we horen haar bijzondere verhaal. Hoe zij God heeft gevonden en haar leven helemaal op zijn kop heeft gezet. Tot zo dadelijk. Ja.